Wonen in je eigen bos, vlakbij een rustig strand. In de Randstad onbetaalbaar. Maar hier in het noorden van de provincie krijg je voor hetzelfde geld twee keer zoveel ruimte. En daar is sinds de coronapandemie steeds meer behoefte aan. Voor het geld waar je bijvoorbeeld in Amsterdam een appartement koopt, krijg je in het West-Friese Twisk dit. En waarom vanuit je tuin van 22 vierkante meter in Haarlem alleen kijken naar paarden, als je in Lambertschaag op je eigen grond van 5000 vierkante meter meer dan voldoende ruimte hebt om zelf dieren te houden? Het trekt steeds meer mensen uit de Randstad richting het noorden. Hier droomt de Amsterdamse makelaar natuurlijk van. Het is daar al moeilijk om 100 vierkante meter woonoppervlakte te vinden. Laat staan dit soort oppervlakte tuin. Het is toch ongelooflijk wat een vrijheid. Sinds de corona en in eerste instantie was iedereen natuurlijk een beetje in de war. Ik noem het zelf ook altijd de psychologische crisis. Maar het doet meer beseffen dat mensen in hun eigen habitatje de rust zoeken, de ruimte zoeken. Ook de ruimte om te ondernemen, om je creatieve geest een beetje ruimte te geven. En het wordt, je beseft dat het al belangrijker wordt, waar is je thuis? Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Makelaars blijkt dat in het eerste halfjaar van 2020 bijna een vijfde van de landelijke woningen in Nederland zijn verkocht aan mensen uit de Randstad. Onder wie het gezin van Marjon Hogevorst. Dat ruilde Hoofddorp in voor Schagenbrug. En we zochten eigenlijk naar een plek met wat meer ruimte waar we ook, want ik ben fotograaf, waar we een studio in de tuin zouden kunnen maken. En daarbij is het gewoon erg druk overal. We hadden gewoon steeds, als je dan in het weekend naar het strand gaat, dat je in de file staat. Overal vliegverkeer boven je hoofd. Dingen heeft ons eigenlijk ertoe bewogen om het hogerop in Noord-Holland te gaan zoeken. Een vakantie in Schagenbrug trok het gezin definitief over de streep. En zo werd een hoekwoning een eigen bos van 18.000 vierkante meter. Met een huis en ook nog eens twee bunkers. Wat is nou eigenlijk allemaal van jullie? Uiteindelijk dit bos, zeg maar, tot aan dat witte bord. En dan eigenlijk diezelfde afstand naar achteren. In een soort L-vorm. En dan dit kleine huisje. Een enorm terrein. Ja, een enorm terrein inderdaad. En het zijn niet alleen de landelijke woningen die het goed doen. Ook steeds meer agrarische bedrijven worden niet meer aan boeren verkocht, maar aan particulieren. En daarnaast zijn stolboerderijen populairder dan ooit. Daar waar er nu ongeveer 200 stolboerderijen per jaar worden verkocht, was dat 7 jaar terug 30, 40. Dus dat is een vervijfvoudiging in aantallen. Het gezin van Marjon heeft nu 2 weken de sleutel van hun huis en zijn druk bezig het op te knappen. En het is eigenlijk nog steeds dat ik het gevoel heb dat ik het niet kan geloven. Het is eigenlijk een te korte tijd, zeg maar, om dat al echt goed te kunnen beseffen. En merk je dan ook echt dat mensen verbaasd zijn als ze hier komen? Ja, mensen die geloven mij wel eens niet. Dan zeggen ze, dat kan toch helemaal niet. Een pand met 5000 meter, een schuur van 700 meter, voor geen 6 ton. En dan denken ze dat die grond niet van jezelf is, dat het erfpacht is. Nee, ik zeg, het is echt zo. Toch is er ook een maar. Want je stapt niet even de deur uit voor een bezoek aan een theater of restaurant. En zelfs de supermarkt is niet om de hoek. Ik dacht ook dat het ver weg was allemaal, maar dat valt reuze mee. En hopelijk hebben wij gewoon over een paar jaar onze eigen moestuin, waar we onze boodschappen doen, zeg maar. De regiofuncties van die steden die zijn groot, dus je kan er naartoe als je het wil. En ik denk dat de behoefte nogmaals om het echt thuis naar je zin te hebben, dat die al groter wordt. En zoals het gaat, betekent meer vraag ook hogere prijzen. Dus rijst de vraag hoe lang landelijk wonen ook in de kop van de provincie nog betaalbaar blijft. Gaat er straks nog het moment bereiken dat straks hier Amsterdamse prijzen betaald moeten worden? Nou, ik sluit het niet uit dat het helemaal omdraait. Maar goed, zover is het nog niet. Kijk, mensen gaan gewoon naar value for money op zoek. En die willen thuis kunnen werken. Dat is een groot probleem op 70 vierkante meter met een paar kinderen. Want je loopt elkaar al snel in de weg. Dus je koopt hier nog volume boerderijen met 200, 300, 400 vierkante meter woonoppervlak. En dan kan je uit de voeten. Zo, nu heb ik wel even echt zo'n momentje van dat je denkt, waar zijn wij aan begonnen? Er is zeker nog heel veel werk aan de winkel, ja. Wanneer gaat u er wonen? Wij gaan in december verhuizen, in de kerstvakantie. U mist het niet, Hoofddorp? Nee, nog niet, nee.